Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag. Het is nu bijna 11 uur. Ik heb net een meeting gehad en aan het werk. En ik ga voor een week op vakantie. Oh my god. Ik ga op vakantie. Anyway, vandaag ga ik even naar werk dan. Even naar de Primark toe. Spulletjes halen. Haren kopen, want ik wil passion twist doen met mijn haar. En ik moet ook nieuwe oorbellen hebben. Gewoon die laatste dingetjes moet ik nog hebben. Ook nog een toilettas of zo. En ik wil van die bikershorts halen. En bij de Primark hebben ze als het goed is echt die bikershorts in elke kleur. Dus dat ga ik halen. Ik heb net even tonijn gemaakt. En ik ga even ontbijten. En dan lekker op de bank vandaag werken. I'm so excited. Oh my god, ik ga op vakantie. En ik ga deze zooi dinsdag. Nee. Jawel, dinsdag ga ik dit even fixen. Zondag ga ik mijn wimpers doen. Woensdag ga ik mijn haar doen. Donderdag ga ik Down There laten waksen. En ook mijn oksels. Oh my god, ik ben echt bang voor mijn leven. Oké, guys. Ik heb een pakketje binnen. Ik vind mezelf er echt niet charmant uitzien vandaag. Ik heb dus bij Boohoo, volgens mij mijn eerste bestelling bij Boohoo, heb ik een tracksuit, joggingspak, trainingspak gekocht. Voor het vliegen. En hij is... Eigenlijk lijkt hij een beetje paars. Een beetje paarse. Terwijl op de website ligt hij best wel roze. Oké. Good first impression. Hij is best wel dik. Oké. De back. Er staat op Design Studio Limited Edition Collection. Hij is wel lekker oversized. Ik heb hem volgens mij maat M genomen. Oeh, die lijkt klein. Oké, laten we dit gaan passen, want hij ziet er heel klein uit. Het is een M, even serieus. Of misschien overdrijf ik. Maar dit wil ik dus gaan dragen als ik ga vliegen. Want ik ga vliegen. Oké, de trui zit perfect. De broek is een beetje aan de kleine kant. Hij zit gewoon precies. Ik heb liever altijd dat hij een beetje oversized is. Maar ja, dat heb je dus. Het is zeg maar echt een pak die je gewoon in één keer kan kopen. Dus niet apart. Dus ja, dan heb je meestal wel dat de ene waarschijnlijk of te groot is of te klein is. Maar hij zit wel lekker. Hij is wel gewoon lekker zacht van binnen. En ik wil dus een zwarte blazer hier overheen doen. En dan ga mijn zus weer schoenen lenen. Kimberly, als je dit ziet, ik wil je schoenen lenen. De zwarte Balenciaga socks. Hieronder, zwarte blazer, zwarte tas en een grijze koffer. En dan met mijn passion twist. Is mijn camera nog vies? Hi. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb even een beetje make-up op gedaan. Een andere outfit aangetrokken. Want ik ga straks met Jurnik naar zijn plein toe. Wat spulletjes halen. En eigenlijk wil ik vanavond gaan sporten. Jurnik gaat zelf ook sporten. Maar ik weet niet of ik straks in de mood ben om te sporten. Misschien wel. Ik zie het zo meteen wel. Dus ja, I'm so excited. Ik vind het echt leuk. Echt de laatste loodjes. We gaan gewoon bijna op vakantie. Ik vind het gewoon zo heerlijk. Ik ben net... 4 maanden geleden terug van vakantie van Dubai. En ik ga alweer bijna weg. En als ik terugkom ga ik ook waarschijnlijk nog een weekendje weg met Saf en Shannon. Shannon van mijn wimpers en Saf. Hebben jullie Saf gezien? Volgens mij niet.
Volgens mij hebben jullie Safira nog niet gezien. Maar dat gaat sowieso veranderen. Dat, jullie gaan haar sowieso nog een keertje zien. Maar we gaan dus misschien naar Milaan toe. Hartstikke leuk. Daar heb je ook een Sephora. En mijn NARS concealer sowieso. Of nee, mijn Fenty concealer sowieso op. Dus die heb ik ook nodig. Dus hartstikke leuk. En ik heb ook een andere vakantie gepland voor het aan het einde van het jaar. Wat ook hartstikke leuk is. Ja, ik zei sowieso, vorig jaar zei ik tegen mezelf, in 2022 ga ik reizen. Whatever it takes, ik ga gewoon reizen. Maakt niet uit waar ik naartoe ga. Of het voor een korte periode is of het voor een lange periode is. Ik ga gewoon even ontdekken. Dus ja. Wilma zit van me weg te rennen, gewoon. Ik weet niet wat ze is, gewoon. Ga. Je bent aan het schaatsen gewoon hierin, gewoon. Schaatsen? Ik probeer je nog bij te houden, lukt gewoon niet. Je gaat gewoon sneller. Nu, je slaat links af, rechts af. Shit. Sorry, schatje. Heb ik een witte top? Gewoon een hemdje top. Oh, maar die kan. Ja, ik. Ja, ja, heel, ja, echt. Ik zweer het. Kijk met me mee. Ja, yeah, die crème. Een witte top hebben. Een groene broek, een nieuwe groene broek. Maar waarom? Wat, ga je wit of crème pakken? Ik weet het niet. Oké, guys, we zijn in de Zara. June heeft net een mooie broek gevonden. Oh, dit mos. Kijk dit. Ja, hij is wel nice. Hij is wel nice. En ik heb wat basic topjes. Ik heb een bikershort en een topje gekocht. Of ga ik halen. Want die hadden ze niet meer bij de Primark. Alles was uitverkocht. Alles was toch maar een XS. We're back. En ik heb hier een hele zak met spullen. Dus ik dacht, ik ga eventjes laten zien wat ik heb gehaald. Wow, Kenzo. Ik heb sowieso haren gekocht. Voor mijn fashion twist. Die ik volgende week ga laten zetten. Dus dat moest ik halen. Dan heb ik bij de Zara, want die bikershorts die ik wilde halen bij de Primark, die hadden ze dus niet meer. Of die hadden ze wel, maar die hadden ze alleen maar maat XS. Ik weet niet waarom mensen zo gierig zijn geweest daar zo. Dus ik heb een bikershort bij de Zara gekocht, een witte. En deze was €12,95. En ze hebben echt leuke dingen bij de Zara, dat is niet normaal. Ik heb deze top gehaald. Gewoon een basic. Deze hadden ze ook echt een heel veel kleuren. Die twee. Dat is het enige wat ik bij de Zara heb gekocht. Want ik had ook echt niks anders nodig. Ik wilde wel andere dingen, maar ik had niks nodig. Dan heb ik bij de Douglas. Oh, ze hebben netjes een cadeautje. Hier heb ik ooit een masker van gehad, denk ik. Kenzo. Tester. Maar ik heb dus deze scrub gehaald. Van Origins. Hij wil niet focussen, maar dit is echt een hele goede scrub. En die was op. En hier heb ik volgens mij heel lang mee gedaan. Ik weet niet hoe lang, maar heel lang. Dan heb ik ook nog een Edge borsteltje gehaald van Edges. Want die mijne die was volgens mij kapot gegaan. En hij was gewoon echt disgusting. Dat hebben jullie misschien wel kunnen zien in die video toen ik mijn haren ging doen. Dat was echt verschrikkelijk. Kenzo! Ojo! Ik heb zo'n broek gekocht. Kijk, leuk. Een beetje een olijf. Oh my god, ik heb in deze kleur een zonnebril. Met een witte. Met deze witte top. Oh, en een slip. En mijn witte sandalen. Dan heb ik ook deze short. In het blauw. Ja, en deze was dus €4. Kijk. En ik moet zeggen, die van de Primark, Jornik, en deze, het verschil is heel groot hoor. Ja, ik zie het. Deze is veel beter dan deze. Ja. Voel dan. Nou, het lijkt alsof die van Primark beter is. Ja, dat zeg ik. Oh. Zeg ik dat niet. Ja. En die is €4 en die van de Zara is €12, besef. Deze blauwe, hier heb ik ook een bijpassende top bij. Wat is er? Je wil naar buiten nog? Wow. Deze top heb ik er ook bij gehaald.
En deze was ook 4 euro. En ik dacht, dit is wel leuk. Met mijn witte slippertjes en een wit blouseje eroverheen. Amazing. En ik heb een short. Een beetje een joggingstof short gehaald. Helemaal leuk gewoon. Je weet toch, na het strand moet ik even iets aandoen. Je weet toch, dan kan ik dit aandoen. En deze was ook maar 8 euro. Die is echt leuk. Oh, ik heb een S genomen. Echt dom ben ik. Een bikini heb ik gehaald. Hij lijkt op de camera rood, maar hij is oranje. Neon. Beetje neon oranje. Heel cute. Topje was maar 5 euro. Dan heb ik ook nog de broekje erbij. Is niet ook. Is niet heel bijzonder. Hij heeft wel een hele leuke structuur, maar ik denk niet dat jullie dat nu kunnen zien, omdat het een beetje donker is. Maar hij is dus niet helemaal egaal. Hij heeft een beetje spikkeltjes. Dan heb ik ook nog een paar strings gehaald. En dit setje. Heb ik nu dus in een beetje aubergine paarse kleur. Ik heb hem ook in het wit. En ik heb hem in het grijs. Was het een bikini? Nee, dit is gewoon een lingerie set. Maar hij zit echt lekker. Ik heb nu volgens mij ook eentje aan. Ik heb nu die grijze aan. Is heel leuk hoor. Een nieuwe toilettas. Met een letter K. Van Kioma. En Kimberly. En Kenzo. Deze. Een beetje een, hoe heet dat? Linnen stof. Nieuwe oorbellen. Volgens mij heb ik hem 2 keer gekocht. Omdat... ik wil alleen maar die kleintjes eigenlijk hebben. En ik heb deze ook gekocht. Ik heb er 2 gekocht. Want ik heb natuurlijk een grote koffer en een kleine koffer. Elastiekjes heb ik gekocht. Altijd handig. Van die make-up wipes. En ik heb deze gekocht. Dit heb ik gekocht voor als ik ga slapen. En dan blijven mijn babyhaartjes gewoon goed plat. Ik ga niet genieten. Oh. Dat komt niet. Maar dan kan ik hier dus mee slapen. Of als ik mijn gezicht ga wassen. Of mijn make-up ga doen. Dan kan ik dit opzetten. Hoi. Ik heb ice cream. Toen ik heeft popcorn. En een ijsje. En Kimberly heeft niks. Helemaal wel. Ik had ook een toetje. Wat dan? Oh, er zat een toetje, maar die is op. En we gaan een film kijken. Niks gedaan. Maar we gaan nu even wat eten halen. Bij, hoe heet het? Wat doet hij? Ik ga stik. Sabrosho. Sabrosho. Daar kunnen we eten halen. We wilden eigenlijk Juicy Kitchen, maar dat is dicht. Dus we gaan dit halen. En ik wil heel graag langs mijn nichtje gaan. Ik heb ook wel zin om te sporten, dus misschien gaan we ook nog sporten strakjes. Dus we gaan wel wat uit onze dag nog halen. Oh, chillen, man. Ik ben weer met de beestenboel. Hallo. Zeg dan hoi, Lani. Hoi. Hey. Sarah zit met de filmer, maar zij wil niet gefilmd worden. Vinden jullie dit eerlijk? Laat het even weten in de comments. Ik namelijk niet. Ja,